Hallo en welkom terug bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Kijk eens wat een mooi steentje ik hier heb van schatmakertjes gekregen. En soms heb je een steentje en die is gewoon te mooi om zomaar op te gaan schilderen. En deze is ongeveer 7x7. Maar kijk gewoon als je zeg maar zo'n steentje hebt en je denkt van ah, hij is gewoon te mooi. Dat heb je wel eens, vind ik zonde erop te schilderen. Maar kun je er zo'n uiltje mee gaan maken, dan zie je nog de meeste van de steen. Want dat laat ik gewoon open. En het is een super simpel steentje. Dus we gaan gauw beginnen. We hebben een potloodje nodig en een gummetje. En eerst wat je gaat doen, is je gaat die vorm die je dus hier ziet, ga je een beetje op de steen schetsen. Gewoon met je potloodje. En boven is hij wat kleiner, zie je, dat is steeds kopje. En dan gaat het naar binnen met een soort rondje. En dan gaat het weer terug naar binnen. Kijk, nu heb je eigenlijk zo'n cirkel. Ja, een beetje zo'n golfbeweging. Zorg dat hij nou niet te veel naar binnen komt. Want je wil eigenlijk gewoon dat het gewoon een toepetje wordt, zeg maar. En dan gaat hij hier weer met een bochtje naar beneden. Dat is eigenlijk het super simpel schetsje. En dat gedeelte gaan we schilderen. En de rest blijft gewoon de mooie natuurlijke kleur van de steen. En dat is juist wat deze tutorial zo leuk maakt, vind ik tenminste. En soms heb je het net gezegd, soms heb je gewoon zo'n steentje en denk van nou, dat is eigenlijk gewoon zonde. Hij is te perfect. Een te perfecte steen. Maar goed, we gaan. Ik heb mijn schetsje nou klaar ongeveer. Ja, je ziet ongeveer, niet elke steen is hetzelfde, dus als je langwerpiger hebt, dan kun je die ronding een beetje meer maken. Dus kijk gewoon wat je hebt liggen. Ik begin gewoon met mijn gifgroen, zeg maar. Het is een groene kleur die dan heel erg veel neigt naar het gele. Maar hij is echt groen, ik beloof het. En ik doe gewoon daar alvast een laagje op mijn steen. Gewoon recht op de steen. Hij is een beetje doorzichtig. Maar zelfs dat vind ik wel een leuk effect geven. Dus je kan kiezen om dat zo te houden. Of dat je er later nog een laagje overheen doet. En ik ga waarschijnlijk er later nog wel een laagje overheen doen. Want zo ben ik gewoon eenmaal. Maar gewoon alvast een basislaagje erbovenop. Met je penseeltje. Kijk. Sup. Dat was hartstikke simpel, toch? Kijk. Hier en daar nog een extra dotje. Zo. Nu gaan we eventjes een andere groene erbij pakken. En daar kun je eventueel schaduwen mee maken. Even kijken of die donker genoeg is. Voor het randje hier zo. Nee, hij is niet donkerder genoeg. Ik moet eventjes mijn donkergroene pakken. Deze even weg. Even een donkergroene pakken. Nou, deze kleur heb ik dus groen gepakt. Omdat ik al eerder een roze had. Maar je mag natuurlijk alle kleurtjes verzinnen die je maar kunt, die je hebt liggen. Ik vond het wel grappig zeg maar een jongensversie en een meisjesversie van te maken. Dus vandaar dat ik een groene heb gekozen. Maar ik ben heel benieuwd wat voor kleurtjes dat jullie allemaal gaan verzinnen. Zo, we gaan gewoon met dus een dun penseeltje dus. Als je dat goed doet, dan met een dun penseeltje kun je dus, als je er flink op duwt, heb je dus een maximale breedte. En we willen dat dus best wel breed hebben, want hier later komen dus die stipjes erop. Dus die rand wil je best wel breed hebben. Dus ik pak meestal een dun penseeltje die ik heb en dan doe ik gewoon zodat die eigenlijk niet meer verder kan. En dan heb ik een mooi evenwijdig recht lijntje. En doe gewoon dus het randje mee. Dus daar waar zeg maar die groen en de steen elkaar ontmoeten. Wat we net dus met het potlood hebben gedaan, doe ik nou gewoon met die donkergroene. Nou, doe je bijvoorbeeld een blauwe
duif. Dan doe je dus lichtblauw het lichaampje. En dan met donkerblauw dan dit lijntje. Bijvoorbeeld. Ik geef jullie alvast een hint, hè. Wat ik graag leuk vind. Er zijn ook zoveel leuke versies ervan. Nou, hier dadelijk komen toch die schulpjes op voor zijn veertjes. Maar ik doe alvast nog een randje, nog een laagje van mijn felgroene verf erop. En sommige verven die zijn wat minder goed dekkend als andere. Nou, dat kan je op twee manieren oplossen. Dan kun je dus altijd een laagje witte verf overheen doen. Dan pakt het meestal, dan dekt het meestal wel meteen. Of je doet gewoon nog een laagje van dezelfde verf eroverheen. Dus in dit geval heb ik dus dat gedaan. Maar dat is aan jullie, zeg maar. En jullie hebben misschien wel Amsterdam verf. Heb je ook heel goede verf in. Er zijn nog wel andere heel goede verven. Maar het maakt op zich niet zo heel veel uit. Dit kan je ook heel goed doen met je stiften. Je Posca stiften of je Aristo stiften. Of die Art Owl stiften. Maakt het allemaal niet uit. Nou, ik ga hier een driehoekje opzetten. En die maak ik niet helemaal dicht. Kijk, zie je het? Gewoon een V'tje. Eigenlijk een V van vis. Zo een mooie V van vis. Zo, dus misschien geen driehoekje, maar een V van vis. Dan pak ik gewoon wat rood erbij. Rechtstreeks uit mijn dopje. Ik vind het altijd heerlijk om uit mijn dopje te schilderen. Vooral als ik te lui ben om mijn palet schoon te maken. En ik doe gewoon een laagje rode verf op mijn V'tje. Nou, je kan hem helemaal dicht maken of je kan hem een beetje open laten. We maken hem gewoon eventjes helemaal dicht. En dan pak ik er een beetje geel bij. En dan ga ik dus middenop dat snaveltje, doe ik dus een streepje geel. En dan blend ik dat zo samen naar de buitenkant. En dan uiteindelijk in de randjes blijven dan die donker rood. Ik kan nog een beetje meer. Kijk, ik zoom het een beetje in, dan zien jullie het een beetje beter. Ik kan hem eventjes goed neerleggen. Dus hier in het randje. Dus een streepje geel. En dan aan de buitenkant doe je met het rood. En dan zie je dus dat je dus eigenlijk de illusie hebt van een soort bolling van zo'n snaveltje. Altijd heel erg leuk om te weten. Eigenlijk super simpel om te doen, toch? Nou, even drogen. Doe ik alvast eventjes alles opruimen. Wat je dan ook nog kan doen is een klein dun streepje zo onder dat snaveltje met zwart. En eventueel kun je zwart ook een beetje verdunnen met rood. Dan heb je niet zo'n hele felle zwarte. Maar ook dit kun je bijvoorbeeld heel goed doen met een fijnlijner. Die hebben ze ook bij schatmakertjes volgens mij. Maar dat zijn wel andere fijnlijners. Moet maar eventjes kijken welke van jullie het beste werkt. Ik gebruik gewoon heel vaak gewoon mijn zwarte verf en een dun penseeltje. Nou, voor de oogjes geef ik jullie een paar tipjes. Nou, je hebt van die dotting tools. En dotting tools zijn eigenlijk allemaal verschillende soorten staafjes en stokjes. En dan kun je dus heel mooie, altijd rechte cirkels mee maken. Al zul je wel zien dat het dan ook best wel veel verf op dat oogje komt. Kijk. Dit is zo'n dotting tools. En je ziet gewoon, de grootste is ongeveer net zo groot als dat oogje wat ik heb gebruikt. En dan zou je dus zo op je steen kunnen dotten. En dan heb je dus één kleur van een bepaalde, ja, kleur, oog. Maar je kan ook iets anders vinden van een dopje. Dit is zeg maar een vingersponsje. En die heeft ongeveer dezelfde afmetingen. Dus ik begin meestal met een streepje te zetten, daar zo. Langs dat snaveltje, dat ik gewoon een soort gids heb waar ik mijn oogjes wil dotten. En dan doe ik wat
blauw, in dit geval op mijn pallet. En ik doe dat gewoon met dat dopje, randje, dat is gewoon een dopje. Misschien heb je wel iets liggen, wat ook dat is. En dan kun je dat gewoon zo bovenop je oog. En dan doe je dat een beetje draaien, dat alles gewoon goed bedekt is. En als het nou niet meteen lukt, zoals nu, zeg maar, dan doe je gewoon nog een keertje dippen. En dan doe je hem nog een keertje erbovenop. Zorg gewoon dat het gewoon overal een randje is. Nou kijk, het is nu nog niet helemaal dicht. Maar deze cirkel kunnen we wel afmaken. Zo. En dan heb je dus alleen het randje. En soms is dat wel fijn dat je dus alleen een randje hebt. Als je dus beter met meer kleurtjes wil gaan werken of zo, is dit gewoon een handigere manier. Net wat ik zeg, dit zijn vingersponsjes. Die zit je normaal gesproken op je vinger om bepaalde kleurtjes te blenden op je steentje. Ik zit even te denken, waar zou je die nou... je kunt ze overal wel kopen. Gebruik ze ook wel eens. Nou, nu ga ik dus eventjes mijn potloodstreepjes uitgummen. Die heb ik nou niet meer nodig. Deze kant ook. Even blazen. En nu ga ik gewoon al het oogje, het hele oogje, met een dun laagje invullen. Zo. Zo. Nou, de andere kant doen we ook alles gewoon vullen. Gewoon met je dun penseeltje netjes op je gemakje binnen de lijntjes blijven. Dat het mooi allemaal gevuld is. Zo. Het is allemaal nog een beetje nat. En op zich is dat wel handig om ook te blenden. Want als jij moet blenden met een droge verf, gaat het wat moeilijker. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het gaat wat moeilijker dan met een wat nattere verf. Dus ik ga het je laten zien. Ik pak hier mijn donkerblauw erbij. En opnieuw ga ik gewoon direct in dat potje. En ik ga dus gewoon een randje doen met dat donkerblauw tegen die rand aan. Waar ik dus net, en dit is natuurlijk nog nat, zo tegen het randje aan. Netjes weer proberen binnen de lijntjes te blijven. En naarmate je dan naar binnen gaat, gebruik je dus hetzelfde penseeltje als je net dat randje hebt gedaan. En dan blend je dat zo naar binnen. Kijk, een beetje blenden. Klein beetje meer hier zo. En je ziet dus hoe makkelijk dat is. Nu ga ik dus die wat drogere doen. Dan ga je dus zien dat dat daar een beetje lastiger is. Omdat deze al wat droger is. Want ik ben natuurlijk begonnen met deze. Dus dan zal die wat moeilijker blenden. Want het zijn meer hardere lijnen. Het is niet onmogelijk. Alleen is het wat lastiger. Wat je altijd kunt doen is zelf eventjes je penseeltje dan wat natter maken en dan op die manier gaan blenden. Maar als je het moeilijk vindt om te blenden, dan zorg je gewoon dat je verf nog een beetje natter is. Dan pak ik gewoon wat lichtere verf en dan lukt het ook wel. Nou, kijk, het is toch gelukt. Nu pak ik even mijn speciale verf erbij. Ik laat hem even zien aan jullie. Eventjes mij uittrekken. Kijk, dit is het van Cadence Twin Magic. En dit is een soort blauw verf met een paarse gloed. Zo kan ik het beter omschrijven. Je ziet het niet zo heel goed in het potje.
Maar als je dus deze, de kleur zeg maar op een bepaalde manier houdt, dan lijkt het dus meer paars dan het is blauw, zeg maar. Dus ik doe dat gewoon een klein beetje in het midden van dat oogje en ik wrijf dat gewoon zo naar de buitenkant. En ik pak gewoon wat donkere verf hier, om dan toch nog een beetje donkerder maken, die randjes. Maar je ziet het een klein beetje beter op de steen zelf. Dan doe ik ook een andere kant. Nou, als je deze niet hebt, hij maakt niet uit. Hij was ook zo ook al leuk, hè, zonder die reflecterende cadence verf. Maar ik vind dit wel leuk. Dus ik zal ook de link daarvan in mijn omschrijving zetten van het YouTube filmpje. En als je nou denkt van dat wil ik ook, dan heb je in ieder geval een linkje welke deze is en waar dat je deze kan krijgen. Als ik het tenminste kan vinden. Dus ik ga mijn best doen voor jullie. Ik pak wat verf. Wat zwarte verf met een dun penseeltje en ik doe er een klein beetje water bij, want ik wil het een beetje meer doorzichtig hebben. En ik begin dus eerst tussen die oogjes en ik doe die ooghaartjes of die veertjes zeg maar elke keer naar buiten. Ik volg dus de randing van het oogje en ik trek dus mijn lijntjes vanaf het oogje naar buiten. Kijk, dus niet van deze kant. Dat ziet er niet zo mooi uit, maar van deze kant. Zo. Altijd van binnen van de oog naar buiten. Als je dan te dik aan het verven bent, maakt dan ook niet zoveel uit. Dan ga je gewoon straks, dat zal het dadelijk laten zien. Dan kun je dus met een beetje wit, kun je dat weer minder agressief of minder donker maken. Maar net heb ik gezegd, dus vanaf het oogje naar buiten toe. Altijd. Oogje naar buiten toe. Met allemaal dunne lijntjes. Hier ook, dus vanuit het oogje naar buiten toe. Ik doe altijd met dunne lijntjes trekken. Pak ik allereerst een beetje wat dunnere verf. En naarmate dat ik dan nog een keer een rondje ronddraad, dan pas ga ik met een wat donkerder zwart overheen. Zo, naar buiten. Kijk, dan ga ik een beetje wit pakken en dan ga ik hier en daar dus een streepje wit door die wimpers heen, want ik had natuurlijk veel te veel gedaan en dat deed ik echt helemaal niet expres. En hier en daar, dus waar ik denk van nou dat is echt veel te dik, dan kun je dus een beetje met wit kun je dat een beetje verdunnen. Zie je hoe simpel? Nou, hier weer naar buiten. En nu ga ik pas met een wat donkerdere verf, dus de donkere zwart, die andere was een beetje verdund met water. Uiteindelijk, als je dan nog een randje maakt, dan kun je dus met zwart, enkel alleen zwart, kun je dus nog een paar van die wimpertjes maken. En opnieuw dus vanaf het randje van het oog naar buiten toe. Draai gewoon het steentje om elke keer. Maak het je eigen makkelijk. We hebben allemaal een goede kant en een slechte kant. Dus ik kan heel makkelijk van links naar rechts een streepje zetten. Maar andersom vind ik dat heel erg lastig. Dus als je dan je steentje omdraait, kun je altijd van links naar rechts blijven gaan. Dan hoef je dus niet van rechts naar links te gaan schilderen. Opnieuw, dus vanaf het randje naar buiten, want anders heb je een hele dikke laag. Nu, blijf je dan doen totdat je denkt van nou, nu ben ik er tevreden mee. En dan ga je dus een randje rondom dat oog met dat zwart doen. Dus tegen dat randje aan, wat we dus net blauw hadden gemaakt. Dan ga je daar zo een randje omheen doen. Doe er heel voorzichtig mee. Zorg dat je een dun randje hebt.
En kun je dat niet met een fijn penseeltje, dan pak gewoon je fijnlijnen erbij. Kijk, het oogje is al bijna klaar. So far, so good. Het is super simpel. Het is ook zo leuk, deze, maar hij is ook zo super simpel. Kijk, het pupil doe je dus op de precies dezelfde manier. Nou, je hebt dus van die dotting tools. Maar wat je dus ook hebt, is iets anders wat je hebt lichten. Dit is een dotting tool. Kijk, die heb ik gebruikt voor deze. Maar ik ga gewoon iets anders zoeken. En bijvoorbeeld een potlood, achterkant van de potlood zou gaan werken. Hij is ongeveer van dezelfde grootte. Dus we gaan gewoon het met de potlood proberen. Om te laten zien dat jullie met normale dingen, zeg maar, die jullie in jullie huis gaan vinden, dat het eigenlijk allemaal prima gaat lukken. Dus ik ga gewoon tippen in mijn zwarte verf hier zo. Ik doe een mooi laagje bovenop. En ik doe een oogje, een pupil. Zo, midden op het oog. Ik draai hem een beetje rond. Nou, ik zie mijn potlood niet helemaal, helemaal rond is, mijn gummetje. Misschien hebben jullie wel een nieuwe liggen, maar ik vind hem toch wel grappig. Zo. Nou, ik maak hem een beetje ronder met mijn penseeltje. Dat kan ik wel. Zo. Nou, die moet even drogen, niet aankomen. Ik heb dat altijd, dan kom ik eraan en dan, oh jeetje, dan zit ik overal onder. Maar ik probeer echt mijn best te doen, ik ga er niet aankomen. Nu, we gaan eventjes onze veertjes schilderen of kleuren. En het zijn gewoon halve boogjes. Zo, zo, zo en nog eentje. En dan hier begin ik dus niet helemaal daar zo, maar een klein beetje ervan af. Zo hierheen. Daar. Dan nog één. Nog één. Er kan er nog wel eentje. Zo, dat zijn dus de jongensvleugeltjes. Ik pak gewoon mijn donkergroene verf erbij. Ga ik eventjes met mijn donkergroene verf de randjes wat duidelijker maken. Eventjes het dopje aan de andere kant zetten. Zo, beter. Zo, nog eentje. Dat wil ik zeggen, het zijn echt allemaal maar halve boogjes. Dat lukt jullie best. Een beetje dakpannetjes, daar lijkt het wel op, hè? Toch? Een beetje dakpannetjes. Dan weten jullie wel wat ik bedoel. Hoppakee, en de laatste. Zo. Die mogen nou ook weer even drogen. Klein beetje opschonen. Nou, kijk, nu gaan we kijken naar die mooie witte puntjes. En opnieuw met de mooie witte puntjes heb je dus normaal gesproken kun je daar een dotting tool voor gebruiken. Dat is weer zo'n dotting tool. Die heb je in verschillende maten. Maar een potlood werkt precies eigenlijk hetzelfde. Precies hetzelfde wil ik niet zeggen, maar het werkt ook, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga het vandaag laten zien dat je dus met een potlood ook hele mooie stippertjes kunt zetten. Dus dit is dus die dotting tool, nummertje 8 of zoiets. En ik heb gewoon een potlood. Ik pak mijn witte verf erbij. En ik ga gewoon weer uit het dopje. Ga ik gewoon weer dotten voor jullie. Kijk, ik heb hem een keertje per ongeluk op de verkeerde dop gezet, hè, of een pot gezet. Nou, we gaan gewoon beginnen. Dus ik ga gewoon in de pot. En dan
een paar keer dotten. Als je nou dikkere dotjes hebt, doe je dat gewoon een paar keer op elkaar. Op het duur heb je genoeg verf op je potlood zitten, dat je wel meteen een mooie stippel kunt zetten. Maar in de eerste instantie heb je dus natuurlijk dat je eerst de potlood voorziet van een laagje verf. En naarmate dat je dan bezig bent, zul je zien dat het dotten gewoon steeds makkelijker gaat. Dus elke keer hou je een klein beetje afstand van die andere. Dus probeer de afstanden een beetje gelijk te houden. Ik vind dat ook altijd heel erg lastig. Die van mij die lijken altijd dichterbij te komen. Naarmate dat ik bezig ben. Ik vind het altijd handig ook om één vinger altijd op mijn werk te leggen. Zodat ik weet dat ik in ieder geval, dat ik daar meer een soort directe verbinding met mijn steen heb, wil ik zeggen. Dus dat ik in ieder geval niet zeg maar buiten de lijntjes ga dotten. Dus ik wil gewoon dat het witte stipje dus op dat zwarte lijntje blijft. Of zwarte, donkergroene lijntje blijft. Dus zorg gewoon dat je dat gewoon doet. En nou, misschien is jouw lijntje wel dunner. Dan moet je dus een wat scherper potloodje vinden. Of misschien een satéprikker. Kan misschien ook wel werken voor de hele fijne puntjes. Als je nou een hele dun lijntje wilt hebben. Maar ik vind een mooi dik lijntje vind ik wel mooi. Kijk, zie je nou wel dat ik er steeds dichterbij kom? Maar ach, maakt niet uit. Het hoeft ook allemaal niet perfect te zijn. You know, steentjes, kunst is nooit 100% perfect. Want het is handwerk en handwerk is nooit gelijk. Hè? Mensen vragen me wel eens, oh, kun je van mij ook zo'n steentje maken? En dat doe ik wel eens. Dan heb ik wel eens een bestelling en dan kan ik een paar steentjes verkopen. En daar ben ik blij mee, want dan kan ik weer meer hobby-spullen kopen. En mijn man ziet me weer aankomen, zit hier. Maar goed, het is een manier om mijn hobby te onderhouden. Maar dan zeg ik ook altijd, ik wil er wel proberen om nog zo eentje te maken. Maar het is nooit 100% hetzelfde. Want dat kan ik gewoon niet, want ook al zou ik zeg maar dezelfde steen erbij hebben. Dus net zoals ik nu heb, dat andere steentje er langs liggen. Dan zie je dus toch altijd dat het iets anders is. Zo, mijn stipjes zijn klaar. En nu ben ik altijd ontzettend onhandig. Want ik heb vaak zo dat ik er nu aan ga komen en dat het dan helemaal eraf ligt. Dus je moet het ook echt laten drogen. Want anders zitten die dotjes overal. Dus neem gewoon de tijd. Wat ik nu ga doen is, ik ga eventjes mijn kleine sparkle in dat oogje doen. En ik pak gewoon een klein beetje van dat wit op. En ik doe gewoon randjes hier zo tegen die pupil aan. Dus staat nog wel net in het zwart. Zie je? Je ziet nog een beetje zwart erboven en eronder. En dan hier een puntje. En hier ook een puntje. Kijk, en waren die puntjes nou niet droog, dan zat ik dus nu alweer onder de verf. En kon ik al helemaal opnieuw beginnen. Dus vandaar, het moment dat je die stippeltjes hebt gezet, dan leg je je steen gewoon eventjes weg tot het helemaal droog is. Nu, ik pak even wat leaf green. Dat is die klein beetje donkerdere kleur. En ik ga gewoon net onder die vleugeltjes maak ik het daar een klein beetje donkerder. Nou, als je nou geen tint groen hebt, dus pak je gewoon je lichtgroene die je hebt en doe daar een heel klein beetje van je donkergroene bij. Zomaar een heel klein beetje om zeg maar de tint een klein beetje donkerder te maken. En leg dan een beetje hier en daar wat schaduw aan. Kijk, en dan ga je gewoon met je lichtgroene verf er overheen. En dan blend dat mooi samen en dan heb je een klein beetje een schaduw van de vleugeltjes. Zo. Nou, als je dat mooi vindt, kun je het ook zeg maar aan de zijkant doen. Tegen die vleugeltjes hier aan.
een beetje donkerder. En het is echt maar een heel klein beetje donker. En dat lijkt er echt wel veel op. En dan pak ik weer een beetje van mijn ander groen. En dan blend ik dat weer samen, weet je wel. Blenden is makkelijker als het wat natter is. Wees voorzichtig tegen je randje aan. Dat je niet zeg maar overheen gaat, je mooie witte stippeltjes. En blend het wat samen. Zie, het geeft gewoon een heel erg leuk effect. Een beetje een meer speling met de kleurtjes, een meer diepte dat het geeft. Dus ga gewoon tegen het randje aan een beetje, een klein beetje donker, wat donkerdere tint van jouw verf verder. Ik pak even mijn groter penseeltje erbij om te blenden. Nou, heel goed. Hartstikke leuk. Nu ben ik een beetje uitgeschoten. Ik had natuurlijk mijn grote penseel bij. En dan moet ik dus mijn randje weer netjes maken. Dus wees gewoon voorzichtig. Wellicht is het handiger om dit te doen voordat je je witte stippeltjes hebt gezet. Maar die foutjes die kan ik dan maken. En die hoeven jullie nou niet meer te maken. Want jullie hebben geleerd van mij. Voor fouten kun je leren, zeiden ze toch? Is ook zo. Dat zei mijn moeder ook altijd. Nou, hij is mooi. Ik vind het een mooi groen uiltje. Lekkere zoete kleurtjes. Ik kan hem eventjes drogen. En dan gaan we zo meteen beginnen met de nagelfolie, de vleugeltjes. Dus ik moet nu even drogen. Kijk, ik zit alweer onder. Hè? Nou, het is droog en we gaan dus nu de nagelfolie doen. Je hebt twee soorten nagelfolielijm. Je hebt de witte en de doorzichtige. Nou, de witte droogt zonder UV-lamp op en de doorzichtige moet je dus een UV-lamp doen. Ik ga gewoon laten zien aan jullie dat het dus met alle tweede mogelijk is en dat de ene wellicht wat makkelijker merkt dan de andere, maar dat ligt er totaal aan jullie of jullie wel een lamp willen gaan aanschaffen. Dus ik ga gewoon beginnen met een laagje doorzichtige nagellak, zeg maar gewoon van de HEMA, maar misschien van Action hebben ze het ook wel. Op de plaats waar jij die nagelfolie aan wil brengen, doe je gewoon een klein laagje nagellak op. En waarom? Omdat anders de verf ervan vaak afgetrokken wordt. En dat de nagelfolie ook minder goed hecht aan... Nou gaat er iets mis. Ik ben zo weer terug hoor bij jullie. Sorry, ik heb gewoon dus de nagellak erop gedaan. Ik heb hier een klein beetje witte die witte lijm. En als de nagellak dan droog is natuurlijk, uitgehard is, ga je gewoon met je dun penseeltje en pak ook een penseeltje en houd die gewoon altijd voor jouw lijm, voor jouw nagelfolielijm. Je kan dat gewoon houden. Je hoeft het niet, je kan het wel een beetje afspoelen, maar het blijft toch een beetje altijd plakken. En doe gewoon binnen die lijntjes, ik doe het zeg om en om. Dus ik heb de eerste en dan de tweede laat ik vrij en dan de derde pak ik. En hier ook ga ik die ertussen pakken. En ik doe dus gewoon eerst die witte. Nou die witte die werkt dus zo dat op het moment dat die doorzichtig zou moeten zijn, dan is hij vaak klaar om de folie erop te krijgen. Dus dan droogt hij
door transparant droog die op. En dan zou die klaar moeten zijn om folie te accepteren. Soms vind ik gewoon deze wat onhandiger, omdat deze wat meer bobbelig werkt. Het trekt niet mooi glad. De transparante UV, met die met UV-lampjes worden verhard, die trekken wat mooi glad op. Kijk, deze zijn inmiddels droog. Ik denk dat het ongeveer 60 seconden of zoiets heeft geduurd. Een minuutje of zo. Nou, je kiest gewoon jouw nagelfolie. Dat zijn dus nagelfolies. Dat is eigenlijk een soort laklaagje of een patroontje die op een plastic folie is. En die plastic die haal je er dan af. En het laagje blijft dan op jouw lak zitten, jouw plak zitten. Zo moet ik het zeggen. Ik pak meestal een harde penseeltje erbij. Nou, ik ga even checken. Ik doe altijd even voelen. Volgens mij moet je dat eigenlijk niet doen, maar ik doe toch altijd eventjes voelen om te kijken of dat het niet al te veel plakt of dat het nog echt nat is. En ik doe gewoon mijn dingetjes op mijn plak. Zo, ik doe meestal een stukje afsnijden, maar het is ook niet nodig als jij het handig vindt, zeg maar, om helemaal te werken met dezelfde, dan maakt het op zich niet uit. En ik wrijf dan of met een borsteltje, of wel eens met mijn vingers, wrijf ik dus die folie op mijn steentje. Nou, het is altijd handig te weten welke van de schubbertjes dat je hebt. Nou, je ziet gewoon dat zelfs nog mijn andere laagjes nog wel een beetje plakkerig waren door de nagellak. Maar dat komt wel goed, dat haal ik er zo af. Kijk, ik doe met een borsteltje even weg, want het zit geen lijm op, dus die gaan er wel wat makkelijker vanaf. Ik zeg wel makkelijker. Ik pak eventjes mijn stokje. Lekker er gewoon af. Kijk, dat zit er toch allemaal niet op. Niet goed op. Maar hier ook nog eventjes netjes maken. Deze moet er ook af, want die hadden we ook niet gewild. En die andere mogen er. Dus nu heb ik er vier van die schubbetjes. Schubbetjes, haartjes, veertjes. Nou, als je denkt van het is nog een beetje plakkerig, dan kun je er altijd nog proberen op te doen en eraf te trekken. Om te kijken of het er nog meer afkomt. Soms is dat zo, soms is het dus niet zo. Als je nou niet tevreden bent met het, dan kun je dus gewoon met een soort satéprikkertje of een stokje, kun je er gewoon afhalen. Want de lijm is nog niet helemaal uitgehard. Maar op zich is die eigenlijk al wel goed zo. Nu ga ik jullie laten zien met de transparante. Dus dit was gedaan dus met die lijm die dus zonder UV-lamp hard wordt of gebruikbaar is. En nu doe ik met mijn transparante, ik doe gewoon een druppeltje op een stukje papier, een stukje kalkpapier. En ik ga gewoon met mijnzelfde penseeltje waar ik dus net die andere mee heb gedaan, al die andere schubbetjes invullen. Dan probeer dus echt binnen de lijntjes te blijven. Maar probeer ook alles in te smeren. Want alles wat de lijm heeft, die kan dus, daar komt dus dadelijk die folie op. En de rest dus niet. Dus sla je een beetje over, dan zul je dadelijk ook een gat in je folie zien. Dus zou zonde zijn. Nou, heb ik nog genoeg? Jawel, ik heb nog genoeg voor deze. Nou, ik zal het laten zien dadelijk een beetje dichter bij de camera houden. Dan zul je zien dat deze ook al zelf uitvlakt. En dat is juist het fijne van, vind ik, van zo'n transparante. Dat het wat egaliseert. Zie, het ziet er gewoon mooi uit, netjes uit.
En dan zul je dadelijk ook zien dat het er bovenop ligt. Nou, ik doe deze 3 keer 90 seconden. En dan ben ik zo met jullie terug. Want daar gaat jullie natuurlijk niet aan. Kijk, 3, 2, 1, 0. En hij is weer uit. Dat was dus 3 keer 90 seconden. En nu is hij wel goed. Ik doe hier altijd even checken. Ja, hij is goed. En dan ga ik mijn andere folie pakken. Ik pak gewoon deze. Ik wil altijd 2 verschillende soorten, want dat vind ik altijd een leuk effect geven. Dat is niet allemaal hetzelfde kleurtje. En ik doe gewoon met mijn vingers deze erop leggen. En ik duw hem gewoon aan daar waar ik mijn veertjes heb. Mijn vleugelveertjes. Goed aandrukken. Even checken. Kijk, als je nou een belletje hoort op de achtergrond, dat is de ijskoolman. Die komt toch helemaal van België hierheen. En kijk, hij is gewoon perfect. Je ziet gewoon precies die schubbetjes waar dus die lijm heeft gezeten. Daar heeft het eraf gehaald en mijn schubbetjes, mijn veertjes zijn gewoon klaar. Nu, om het allemaal netjes te maken, pak je weer eventjes je groene verf erbij. Huppakee, hup hup. En dan ga je eventjes nog een keer dus die omlijning van jouw veertjes ga je nog een keertje zetten. Weer met je dunne penseeltje of met je fijnlijner, wat je ook hebt, wat je fijn vindt. Sommige mensen die kunnen het echt niet met een penseeltje of die hebben gewoon niet een heel fijn penseeltje. En dan kun je gewoon met je fijnlijner dat ook prima doen. Ook de bovenkant invullen, dus daar waar mijn lijm het niet heeft gepakt. En dan is hij bijna klaar. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer met mij samen een vogeltje te maken, een uiltje in dit geval. Ik zou het heel erg leuk vinden om natuurlijk allemaal leuke versies te zien van jullie uiltjes. En welke kleurtjes dat jullie hebben gebruikt en of dat je het makkelijk vond. En hebben jullie een verzoek over een bepaald tutorial wat jullie graag willen zien, dan ga ik er altijd proberen gehoor aan te geven. En kijk, zijn ze niet een schattig stelletje samen? Daar toch, ik vind van wel. Ik ga jullie alleen laten en zie ik jullie weer heel graag dan een volgende keer bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Ik ga deze nog even aflakken en dan zijn ze gewoon hartstikke klaar. Nou, ik vind het gewoon leuk om de stenen er nog doorheen te zien. En ja, ik ben benieuwd naar jullie versies. Tot de volgende keer. Geef me een thumbs up. Doei doei!